Goedemorgen, alle hier aanwezigen en diegenen die meekijken via de livestream. Ik heet u van harte welkom bij deze academische zitting die ik nu open, waarin de heer Martijn Nobel zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Radiological Report, a Compromise Between Structures Reporting and Natural Language Processing. Dat was het laatste Engels wat wij uitspreken, want de rest gaat allemaal in het Nederlands. Gelukkig, voor u misschien. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaat tot zijn verdediging, zal laatstgenoemde een overzicht geven van de door hem verrichte onderzoekingen en een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel inspiratie en succes. Hartelijk dank. Geachte prorector, geachte leescommissie, familie, vrienden en collega's, hartelijk dank dat jullie aanwezig zijn bij de verdediging van mijn proefschrift. Ik wilde beginnen met het eerste stukje van een verslagproces. Wat is ons verslagproces? Ja, wat doen wij heel de dag? Stel je voor, je bent longarts en je hebt een zieke patiënt op de longafdeling en je verdenkt die patiënt van een longtumor. Vervolgens bel je de radioloog en zegt van, goh, ik wil het aantonen of uitsluiten. Mag ik een CT-scan van je? Wat er dan vervolgens gebeurt is dat de laborant een scan maakt. En vervolgens komen er scanresultaten uit. De plaatjes komen eruit. De radioloog gaat zijn werk doen. Die gaat dus kijken. Die gaat interpreteren naar wat hij ziet. Die gaat in zijn hoofd erover nadenken. Wat zie ik? Hoe ga ik het verwoorden? En vervolgens, ja, wat er gebeurt is dat je met spraakherkenning een verslag maakt. In principe hebben wij een spraakmicrofoon waar we in spreken en dan krijg je dus de gesproken tekst, wordt omgezet in een radiologisch verslag. En met name dat verslag is eigenlijk ons eindproduct, het allerbelangrijkste van wat we eigenlijk doen. Want in principe moet daar de vragen beantwoord worden van de longarts in dit geval. En ja, dat is eigenlijk wat we op een dag doen, heel veel van die verslagen maken en heel veel vragen beantwoorden. Dat is onze toegevoegde waarde in de kliniek. Als we nu gaan kijken naar, als we het iets anders opzetten, dan hebben we in eerste instantie dus de aanvragende arts die een vraag stelt, de laborant die in dit geval het onderzoek uitvoert en de radioloog die dus de beoordeling doet van de scan en ook de verslaglegging. En dat eindproduct is dus je radiologisch verslag. Maar waar het met name om gaat is dat de inhoud accuraat is, dat je een volledige inhoud hebt, dat het leesbaar is, dat je die vragen beantwoordt en dat dat goed is, dat het afdoende is, dat dat misschien standaard is, dat het bij iedereen hetzelfde is. En juist dat is nou niet het geval, of niet altijd het geval. Het is namelijk zo dat de radioloog een bepaalde vrijheid heeft hoe die wil verslaan. Je hebt natuurlijk de mensen die het heel belangrijk vinden om zo volledig mogelijk te zijn en die alles eigenlijk in een verslag willen doen. Ja, de koningen van het proza in deze. Of de mensen die eigenlijk alleen maar sec genomen de vraag willen beantwoorden. Longtumor, ja, erg, heel erg, klaar. Dat zou ook kunnen. Maar er zit natuurlijk een verschil tussen. Wat is goed, wat is niet goed. Als we dan gaan kijken naar dit artikel, dat is Heike heeft dat geschreven in 1922. Dat is ongeveer 25 jaar nadat de eerste röntgenfoto gemaakt werd. Die zei van standaardisatie is van belang. We moeten standaardiseren. Ik moet hetzelfde vertellen als mijn buurman en de overbuurman moet ook hetzelfde zeggen wat ik doe. En dat is belangrijk. En ja, dat was de eerste die dat eigenlijk zei. En in de jaren daarna is er heel veel gebeurd in het standaardisatieland. Is heel veel veranderd. Maar ja, desalniettemin was het verslag nog steeds niet afdoende. En dan kom ik eigenlijk bij het eerste deel van mijn proefschrift. Gestructureerde verslaglegging. Begin 2012 ongeveer, 2010, kwam gestructureerde verslaglegging in zwang om toch de verslaglegging nog te verbeteren. Standaardisatie was niet afdoende geweest. Gestructureerde verslaglegging zou sneller zijn, efficiënter, beter, mooier, goedkoper. Noem het op, alles werd eigenlijk beter. En dat werd ook gestimuleerd door de Europese Society van Radiologie. Maar ook door de Amerikaanse evenknie. Wat zij zelfs deden, is zij hebben standaardverslagen gemaakt. Die kon je via internet halen, die kon je implementeren in je eigen workflow. En je kon ook jouw verslag uploaden daarheen. Om allemaal die verslaglegging te verbeteren. En dat was wel opvallend dat er zo op gestructureerde verslaglegging geaimd werd. En als je dan gaat kijken in de literatuur, dan zie je dat er heel veel artikelen gepubliceerd zijn in die jaren, met zelfs een hoogtepunt van in 2021 van ruim 1800 artikelen die erover gepubliceerd waren.
Nou, je denkt, dan zou het wel iets zijn, hè? Maar wat is het nu? En wat kunnen we ermee? Nou, als ik toen ging kijken van wat is gestructureerde verslaglegging, dan zie ik het voor me als zijnde dat je dus met de computer een soort van een verslag maakt. Dus dat je gaat klikken van ik zie een CT-scan, ik zie een longtumor. Zit in de long, jij zit hier links, zoals gezegd, hij zit links, hij zit in de onderkwab. En hij heeft ook nog invasie, ingroei in het longvlies. En ja, door middel van al die klikjes zou je dus bijvoorbeeld je verslag kunnen maken. Zo zag ik het voor me. Ander voorbeeld is een standaardverslag, dus dat je een soort van invuloefening doet, waarbij je er is een, even kijken, puntje zichtbaar in, het puntje kwab van de puntje long en hierbij is ingroei in de, nou. En dan op die manier kon je dus vrije tekst implementeren op de plek waar je een puntje had eigenlijk. En zo kon je dus een standaardverslag doen waarbij je op de een of andere manier een bepaalde standaard had in je verslaglegging. Nou, zo gezegd, zo gedaan. In eerste instantie ga je dan kijken van, wat is de definitie van een gestructureerde verslaglegging? En in de literatuur werd dat niet super duidelijk, in de zin van dat standaardisatie eigenlijk heel vaak gebruikt werd voor gestructureerde verslaglegging en gestructureerde verslaglegging voor standaardisatie. En wat wij in ons eerste artikel hebben gedaan is dus een specifieke definitie gemaakt voor standaardisatie, waarbij we vinden dat standaardisatie enkel gaat om de medische inhoud. En gestructureerde verslaglegging daarnaast, dat gaat om hoe je die medische inhoud in je verslag krijgt. Maar dan met name van hoe gebruik je daar ICT-middelen voor. Nou, dat hadden we gedaan. Dus we gingen met onze definitie gingen we kijken, hoe is er nou evidence voor? Is er bewijs voor het gebruik van gestructureerde verslaglegging? Dus we hebben een literatuuronderzoek gedaan, waarin we in eerste instantie 8600 artikelen hadden. Die hebben we teruggebracht tot 63. En wat we eigenlijk zien is dat er heel veel van alles en nog wat gedaan is. Ja, waardoor het eigenlijk niet gemakkelijk is om alles op een hoop te gooien en zeggen het is beter of het is slechter. En als we toen gekeken hebben naar de evidence level van de onderzoeken die gedaan zijn, zijn die ook relatief laag in de zin van dat er, wat er vaak gedaan is dat op het moment dat ze een gestructureerde verslaglegging wilden implementeren, hebben ze aan de voorkant gevraagd van, longarts in dit geval, welke 5 items vind je van belang? Nou, die 5 items hebben ze in de gestructureerde verslaglegging geplaatst. En aan de achterkant hebben ze gevraagd van, zitten die 5 items erin? Ja, allicht dat die 5 items dan vaker genoemd worden. Maar is dit nou evidence voor het gebruik van gestructureerde verslaglegging? Of is dit evidence dat standaardisatie van belang is? En is misschien standaardisatie wel belangrijker dan gestructureerd verslagleggen? Ja, toen zaten we van, het idee wat wij hadden is dat we een gestructureerde verslaggings evidence wilden hebben en dan kijken, die werk, die gaan we binnen de afdeling implementeren. Toen dachten we, en nu verder. Toen kwamen we op het idee om AI in te zetten, de computer. En dan kom ik bij het tweede deel van mijn proefschrift en dat is NLP. Wat kunnen we doen met vrije tekstmining? Wat kunnen we doen door NLP in te zetten? En NLP is een soort van een AI-tool die menselijke taal begrijpt en kan analyseren. Ja, door de computer dan. Wat het kan doen is het herkent woorden, het herkent interacties, ontkenningen, zinsneden, zinsconstructies, punten, ontkenningen. Allerlei dingen kan die herkennen en op het moment dat hij ze herkent, kan hij ze analyseren. En een beetje kort door de bocht ziet dat er als volgt uit. Je hebt dus een woord, daar zit een woord voor, daar zit een werkwoord bij, die heeft weer interactie met iets anders. En op het moment dat hij dus zo deze zin begrijpt, snapt hij bepaalde stukken uit de zin en kan hij die hergebruiken. En kan hij die ook gebruiken in een bepaalde vraagstelling. En zo hebben wij NLP ingezet. En we zijn in eerste instantie begonnen met verschillende pilotstudies met als doel om op de achtergrond te structureren en te standaardiseren. Als evenknie voor gestructureerde verslaglegging als het ware. We hebben gekeken naar longkanker, om te kijken naar CT's en even kijken de PET-CT's. Die hebben allemaal vrije tekstverslagen. En is het mogelijk om daar een klassificatie uit te halen? En specifiek ook de TNM-klassificatie. Wat staat voor de tumor, de lymfeklier, de nood en de metastase. En wat je daar in een verslag doet, je moet beschrijven hoe groot de tumor is. Waar die ingroeit, hoe uitgebreid het is. Hetzelfde geldt voor de lymfeklieren. Heb je 1 lymfeklier, zit je aan dezelfde kant of aan de andere kant, heb je de meerdere, hoe erg is het? En ook voor de metastase geldt dat. Van heb je een metastase en zo waar? En afhankelijk van het stadium, hoe erg het is, heb je dus ook een andere behandeling. Dus het is wel van degelijk belang dat het goed in je verslag staat.
En het leuke wat we hiermee hebben gedaan met deze onderzoek is dat we de klinische kennis hebben gecombineerd met ook de technische kennis van iemand die met name verstand heeft van NLP. En ja, dan zie je dat we hele leuke dingen hebben kunnen bereiken. In eerste instantie hebben we een algoritme gemaakt wat de T-stadium uit vrije tekst kan halen uit Nederlandstalige verslagen. In tweede instantie zijn we naar de Verenigde Staten gegaan om te kijken of we dat algoritme soort van konden vertalen en ook dezelfde uitkomsten konden krijgen, dus ook van de T. Daarna waren we weer terug en toen hebben we gekeken, kunnen we daar de N bij toevoegen om te kijken of dat ook werkte, in het Nederlands dan weliswaar. En tot slot hebben we gekeken in een ander centrum of ons algoritme wat hier ja, de TNN ja, kan doen, of dat in een externe situatie ook hout snijdt, of het daar ook werkte. En daar hebben we ook gekeken naar of het mogelijk is om de informatie van de PET-CT toe te voegen aan ons algoritme. Het is dus een evoluerend algoritme geweest. En als we dan gaan kijken naar de accurate testen, naar de uitkomsten, dan zie je dat bij de eerste drie onderzoeken de uitkomsten relatief gelijk zijn, hè, met 87% tot 85%. De externe validatie is wat lager en op de PET zie je dat het nog wat lager is. Twee dingen vind ik hier heel interessant bij, is dat als je ziet dat we vanuit de Nederlandse situatie naar de Engelse situatie, is het eigenlijk hetzelfde. Dat is een hele interessante bevinding. Is het dan zo dat het relatief gemakkelijk overzetbaar is? En wat een beetje tegenvalt, is dat ook de PET, toen we die toevoegden, dat eigenlijk de accuratesse test omlaag ging. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpunten uit dit stuk. Als we nu gaan kijken naar het hele stuk, wat we daar merkten is dat het van belang was om een hulpmiddel te hebben. Je wil dus zien wat er gebeurt. Je wil niet op de achtergrond dat een algoritme iets doet en ja, dit is een T5 of een stadium zoveel. Dat wil je niet hebben. Dus we hebben gemerkt dat het van belang is dat je een bepaald hulpmiddel krijgt dat je inzicht geeft. En dat hebben wij gemaakt. Dat is, even kijken, deze interface. Waarbij je dus een radiologische vlag aan de ene kant hebt. Dat wordt gearseerd op de plekken die die gebruikt en die gebruikt voor de output. En zo heb je een bepaalde structuur. Zo zie je dus wat je hebt gedaan en zo zie je ook waarom die tot een uitkomst is gekomen. En dit is eigenlijk een beetje de tegenhanger van gestructureerde verslagleggingen. Je hoeft niet zelf de hokjes te vullen, maar het wordt automatisch gevuld. En dat vonden we een van de mooie dingen waarbij je ziet van, ja, dat kan het brengen. Ja, als we dan weer teruggaan naar onze zoektochten, hier weer het overzicht van ons verslagproces. We waren op zoek naar ja, hoe kunnen we die inhoud verbeteren, hoe kunnen we het leesbaarder maken, hoe kunnen we het structureren. Dan is dit eigenlijk het antwoord geworden. Het grootste deel is hetzelfde, maar als we in eerste instantie kijken naar standaardisatie. Misschien is dat wel het belangrijkste, dat we in eerste instantie gaan kijken naar standaardisatie. Wat wil je in je verslag hebben? En daarna kun je gaan kijken van oké, kunnen we gestructureerde verslaglegging op een of andere manier gebruiken in dit stuk? Kunnen we NLP gebruiken? En misschien kunnen we wel een gedeelte samen doen. En misschien ook wel samen met die specifieke user interface. En hierbij wil ik het woord weer teruggeven aan de prorector. Dank u wel voor jullie aandacht. Dank u wel. Een zeer heldere presentatie die ik zelf snap als voormalig chirurg. En ik denk, nou, dat hadden we ook wel kunnen gebruiken in mijn tijd. Wij maakten er ook maar een rommeltje van natuurlijk aan onze verslagen. Maar daar gaat het niet over. U bent vrij kort van stof. Dat wil zeggen dat we zelfs nog wat extra tijd over hebben. Dus alle opponenten mogen een kleine 15 seconden toevoegen aan het geplande duur van hun bijdrage. Dan wordt nu de oppositie geopend door professor Wildberger. Hij is hoogleraar radiologie en hoofd van de afdeling. Hij was voorzitter van de manuscriptbeoordelingscommissie. Professor Wildberger. Dank u, meneer de prorector. Allereerst wil ik u, meneer de promovendus, graag van harte feliciteren met dat boekje. En bij die felicitaties graag ook uw promotoris, professor Robben en professor Dekker bij betrekken. Ja, vrije proefschrift. Alle hoofdstukken zijn inmiddels ook in toch best toonaangevende journals gepubliceerd. En u heeft in mijn inziens nog een keer heel duidelijk gemaakt waar het over gaat in onze verslaglegging. Het gaat om discipline, standaardisatie, volledigheid, het volgen van rode draad of gewoon structuur, zoals u het ook goed aangaf. Hier staat tegenover dat sommige van onze collega's hun verslaglegging als kunstenaar benaderen, wil zeggen proza creëren of, zoals in een van die referenties staat, als Hemingway. En dat heeft mij even tot iets gebracht waar ik met u van gedachten wil wisselen en dat zijn de 10 essential characteristics of a good writer. En ik wil het even aan u overhandigen.
U mag het even kort screenen. Mijn vraag is namelijk, welke van deze dingen die blijkbaar belangrijk zijn voor een goede schrijver, zijn ook van toepassing voor een goede radioloog? Hier staat bijvoorbeeld attention to detail, be more creative, choice of words, express your thoughts clearly, be hungry, read a lot, discipline, enzovoort. So, mijn vraag zou zijn, je staat bijvoorbeeld yet structured. Ik begrijp, dat is belangrijk. Ja, zeker. En welke van die andere zou je hier ook nog voorop willen hebben staan? Vier, even kijken, choice of words. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Je moet dus goed kunnen vertellen waar het over gaat en op basis waarvan je tot de... Ja, tot de conclusie bent gekomen. Ja, maar als Hemingway denk ik dan, oh, daar zit precies waar ik mijzelf kan zijn als kunstenaar. Hoe zit dat dan? Nee, wat je daarbij natuurlijk moet doen, is dat je moet kijken naar standaarden. Kijk, we hebben dingen afgesproken over hoe je iets beschrijft. Dan moet je je daar ook aan houden. Niet dat je gaat zeggen van iets heel uitgebreid gaat verwoorden wat je ook misschien in twee woorden kunt zeggen. En dat je dus ook in de gaten houdt welke dingen je kiest om te zeggen. Dus niet zo uitgebreid mogelijk, maar to the point. Dat je kunt zeggen van oké, het is logisch dat als ik een bepaalde grootte noem, dat ik dat achter een bepaald woord zet, tussen haakjes bijvoorbeeld. En dan ga ik weer iets terug richting de structuur. Maar het is wel van belang dat je die kiest, dat je dus weet wat je kiest en waarom je het kiest. Oké, to the point, daar kom ik later nog op terug. Maar welke andere aspecten zijn voor u dan hier nog van belang? Attention to, even kijken, detail, dat is natuurlijk ook van belang. Dat je dus... Ja, maar verliest u zich dan niet in heel wat opsommingen van nevenbevindingen? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de chirurg een bepaalde vraag aan u stelt en u komt dan met iets heel anders. Ja, maar dat is juist het idee dat je focust op hetgeen wat van belang is. En dat zie je soms wel. Dat je maar het heet nevenbevinding. Zeker, zeker. Maar is het van belang dat iemand een schildklierafwijking heeft als hij een hoofd-hals oncologische tumor heeft, dan is dat misschien iets minder van belang. Ja. En dan kan je zeggen, we focussen ons nu op het de oncologische ding. Daar gaan we u eerst voor behandelen en daarna gaan we die nevenbevinding benoemen. Oké. Tales of the unexpected dus. Oké, en nog een derde misschien? Ik vind 9 ook wel mooi. Even kijken, de multi-niche stukje. Wat ik daarbij bedoel, maar dan zit ik met name op mijn stuk hier ook, van dat je altijd open staat voor verbetering. Dat je eerst gaat kijken hoe kun je verslaglegging verbeteren. Ook de verschillende standaardisaties veranderen ook door de jaren heen. En ook de mogelijkheden veranderen door de jaren heen. En je moet altijd dus gaan kijken in hoeverre kun je je laten ondersteunen, kun je je laten leiden door bepaalde dingen. Moeten we dan oude rapporten of oude verslagen opnieuw laten beoordelen of restructuren, of hoe zou je dat dan willen doen? Nou ja, voor die patiënten maakt het niet zoveel meer uit. Maar je kan natuurlijk wel bedenken dat je die informatie die erin staat, die nu allemaal ergens staat, niks te doen, die kan je allemaal hergebruiken. En hoe mooi is dat als je daar weer iets mee kunt doen? Oké, to the point, zei u. Ja. Mijn opleider heeft me verteld dat radiologische linguïstiek het eerste is wat men als radioloog moet leren. Feiten komt het op neer dat als u onzeker bent, en dat ben ik nog af en toe bij de verslaglegging, want het is niet altijd zo, long tumor, is het erg, heel erg. Zo simpel is het niet altijd. En dan ga je daar een wollig verhaal van maken. Hoe zit dat dan in het kader van structured reporting? Ja, dat is een goeie. Kijk, ik denk ook dat je eerlijk moet zijn als je het niet weet. En wat schrijft u dan in structured reporting? Ik weet het niet, punt. Nee, dat kan je natuurlijk niet doen. Kan je natuurlijk niet. Wat gaan we wel doen? Nee, dan kan je dus het omschrijven wat je ziet en op basis waarvan je uiteindelijk hebt gekozen dat je iets niet weet. En dan is het misschien iets wolliger dan dat je dat normaal zou hebben gedaan, omdat dat hokje misschien niet in te vullen is. Ja. Maar dan moet je dat op een andere manier toch ergens kwijt kunnen. Dus ik mag doorklikken als ik een veld niet heb ingevuld, omdat ik het niet weet? Nou ja, dat is dus de vraag of je dat doet. Mm-hmm. Hè? Kijk, want los van het feit of ik achter gestructureerde vlaglegging staat, is het maar de vraag of je het op alles kunt toepassen. En bij sommige vragen kun je misschien helemaal niet een klikje zetten, want dat is niet in een klikje te vangen. Oké. Dan nog een laatste vraag. We hebben 43 radiologen, dus 43 individuen die we allemaal nu inkaderen. Ja. Gaat dat ons lukken? Waarschijnlijk niet. Oh. Dan mag ik nou één korte vraag dan stellen. Ik was geïntegreerd door uw kaft. Ja. Of ook de achtergrond hier op dit mooie plaatje. Ja, ik eerlijk gezegd, in een structured reporting zou ik nu ook moeten zeggen, ik weet het niet, want waar gaat dit over? Ja, nee, dat is de hele goeie. Ik had ook
een probleem met, ja, wat ga je doen voor een kaft? Hè? Ja. En wat ik toen dacht, van, ja, hoe heet mijn thesis? En zou ik die informatie niet in een algoritme kunnen stoppen die daar dan voor mij een plaatje van maakt? En dat heb ik eigenlijk gedaan. Oh. Dus dit is eigenlijk een AI-algoritme wat de voorkant heeft gemaakt. En als ik nou ga kijken wat het zou kunnen zijn, hè, ja, dat is waarschijnlijk uw volgende vraag. Ja, zeker. Dan heb ik zelf het idee dat je aan de ene kant zie je natuurlijk een lijn zitten. En aan de andere kant ook. Dat soort van de circuit reporting lijn is. En dat de NLP-lijn is. Okay. En op het moment dat je ze samenvoegt, dat het veel breder is. En dat je er veel meer mee kan dan ze eigenlijk samen groot waren. Oké, u bent toch de echte kunstenaar. Want ik had eerder het vermoeden dat het een cel is. En dat we de pathologiekant opgingen of zoiets. Maar hartelijk dank. Ik ben heel tevreden met uw antwoord. En geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Bildberger. Dat brengt mij op het feit dat wij nog twee mensen hebben die aan deze commissie ook meedoen, maar die hebt u nog niet kunnen zien, want die zitten alleen voor de eerste rij als ze achterom kijken zichtbaar. Misschien kan de techniek iets doen dat onze beide mensen die van buiten meedoen, professor Van Ooyen en de promotor Dekker, de tweede promotor, misschien op dat scherm verschijnen in plaats van dit mysterieuze plaatje. Ja. Dan zijn ze er een beetje bij. Ja. Kan dat, techniek? Daar komen ze al, kijk. Dat is het hele team, als u die mensen erbij ziet. Maar die komen straks aan de beurt. Dan gaan we nu over naar professor Scholtes. Hij is hoogleraar Text Mining aan de Faculty of Science and Engineering aan deze universiteit. Hij was een lid van de Manuscript Ordenscommissie. Professor Scholtes. Ja, dank u wel. Geachte kandidaat. Ook namens mij de felicitaties voor uw zeer interessante multidisciplinaire proefschrift. Ook aan de promotoren, professor Robbe en professor Dekker. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ik heb zelf heel veel gewerkt met opsporingsdiensten, inlichtingendiensten, juristen in mijn leven en werkzame leven. En daar is de discussie van structuur versus een volledige narrative eigenlijk ook altijd gevoerd. En vooral in het verleden, toen computercapaciteit nog beperkt was, waren we niet in staat om de hele narrative, het hele verhaal, laat staan, spraakherkenning te gebruiken om data op te slaan. En vielen we vaak terug op trefwoorden, metadata noemen we dat ook wel. En daar is een hele wetenschap rond ontstaan, metadata management. Gartner heeft daar ook allemaal analisten en rapporten op, waarbij je probeert te standaardiseren. En we zijn eigenlijk wel achtergekomen dat lukt gewoon niet. Er zijn altijd trefwoorden die je vergeet. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die niet gevangen worden. En er zijn altijd situaties die niet in die velden passen. En je ziet een ongelooflijke frustratie vanuit de eindgebruiker als ze dat soort velden moeten invullen. Bij de politie hebben ze daar heel veel last mee gehad met procesverbalen. Juristen hebben daar heel veel last van gehad bij zaken beschrijven. En gelukkig hebben we tegenwoordig full text retrieval, we hebben hele snelle computers, we hebben heel veel geheugen. En we kunnen al die fantastische narratives opslaan. Bij voorkeur in spraak en met beelden. En dan zie je inderdaad dat die combinatie van die twee, dat die volledige narrative waarbij je die nuance kan aanbrengen, die is ideaal. Maar aan de andere kant wil je ook die metadata hebben. Het is natuurlijk puur strafwerk. Om die metadata dan zelf in velden in te gaan zitten vullen. Ja, en daar hebben we gelukkig dan het mooie vakgebied van textmining voor, die dat voor je doet. En het is ontzettend leuk om dat te lezen, hoe jullie dat hebben toegepast bij het MUMC. Nu is het zo dat de techniek die jij gebruikt hebt, is vooral van voor 2018. In 2018 is de wereld verrast met, of 2017 eigenlijk, met de transformer-architectuur, die iedereen tegenwoordig wel kent van ChatGPT. Die modellen die werken eigenlijk nog een stuk beter dan regelgebaseerde technologie. En je zou kunnen zeggen dat als je met regelgebaseerde trefwoorden technologie tekst gaat analyseren, dan ben je eigenlijk nog steeds bezig met metadata management. Alleen je verplaatst het probleem dan van de eindgebruiker die het in moet vullen naar het algoritme waar de programmeur alle trefwoorden moet verzamelen. En in jouw proefschrift of in uw proefschrift zie je dan ook hele lijsten met synoniemen. En dan denk ik, ja, dat is wel een beetje, dat kunnen we toch wel beter doen. Zeker als je ontzettend veel voorbeelden hebt van radiologieverslagen. Want hoe garandeer je nou dat je niet een bepaalde spellingsvariatie vergeten bent of een bepaald synoniem of homoniem in die tekst? Dus mijn vraag is eigenlijk, heeft u dat soort fouten gezien?
Waarbij je hebt natuurlijk, u heeft continu eigenlijk zitten proberen om dat programma waarschijnlijk te fine-tunen. Dan loop je tegen die problemen aan dat je een bepaald synoniem of een bepaald homoniem, dat je daar geen rekening mee hebt gehouden. Ik neem aan dat radiologen proberen niet ambiguë teksten te schrijven, niet dubbelzinnige teksten. Maar ik veronderstel dat er ook ongetwijfeld lange afstand verwijzingen in zitten. Andere taalkundige problemen, coreferenties, pronouns. Als je die met regels op wilt lossen, dan heb je echt wel een probleem. Dan moet je toch wel een vrij grote hoeveelheid fouten tegenkomen. En je kan dat niet eindeloos blijven corrigeren. En dat is waarschijnlijk ook naar boven gekomen toen de algoritmes getest werden in een andere omgeving. Ik kan me voorstellen dat radiologen in Maastricht een ander dialect hebben dan radiologen in Groningen. Of in Amsterdam. Eén vraag is eigenlijk, is dat zo? Hebben jullie dat gezien en hoe heb je dat opgelost? En twee, hoe ziet u dat de transformertechnologie die dat veel beter doen, hoe die dat gaan doen? En ja, dan heb je eigenlijk twee aanvullende problemen. De explainability, die natuurlijk heel makkelijk is bij regels en een stuk moeilijker is bij deep learning. En de trainingsdata, je hebt ook meer trainingsdata nodig. Dus mijn vraag is eigenlijk vier vragen. Ja, heel goed, heel goed. En daar is een heel kort tijd voor. Ja. Ja. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vragen en ook voor de felicitaties. Ja, u stelt heel veel vragen in één. Het klopt inderdaad dat wij van de rule-based zijn begonnen. Dat was inderdaad voordat Bert zijn intrede deed. Maar we zaten met een paar issues. Voor Bert hebben we natuurlijk heel veel data nodig. Dat hebben we niet zozeer in de medische context. We hebben ook gekozen voor de achtste TNM-classificatie, die was nog niet zo oud. Die is pas sinds 2017 daar. Wat je daar dus uit ziet, is dat je een beetje beperkt wordt in het gebruik in de medische setting. Mm. Wat er ook nog bij komt, is dat je verschillende classificaties hebt, waaruit je uiteindelijk 32 smaken hebt. Daarnaast heb je ook nog verschillende radiologen die op een verschillende manier iets verwoorden. Dus we hebben gekozen om in eerste instantie te kijken hoe ver komen we met rule-based. En wat we hebben geprobeerd is elke keer een stukje te doen. Dus de vraagstelling op te knippen. Van in eerste instantie van, kunnen we grootte vinden in de tekst? Kunnen we een ontkenning vinden in de tekst? Kunnen we een item vinden waar we ook geïnteresseerd zijn? En zo hebben we het geprobeerd op te knippen, zodat je ze ook stakjes kunt hergebruiken voor een andere vraagstelling. Dat is één deel van het antwoord. Waar je dan uiteindelijk op terechtkomt, is dat je inderdaad vindt dat je een bepaalde groep niet hebt, want je hebt maar 40, 50, 60 verslagen. En daar zit jij de T1 en 0 niet bij, bijvoorbeeld. Hoe ga je dat dan toch doen? En het leuke van die rule-based is dat de TNM is ook regelgebaseerd. Dus op het moment dat je een algoritme de regels laat ontcijferen, heb je heel veel data nodig, terwijl de regels al bekend zijn. Dus op het moment dat je die regels kunt implementeren op zo'n stukje, dan kan je ook met relatief weinig data regels implementeren. Volgende vraag. Op het moment dat er dus iets is waar we de regels niet meer op kunnen fine-tunen, want dat was er zeker. De impliciete kennis, ja. Die we vaak allemaal hebben. Ja, zeker. Kijk, dan loop je ergens tegenaan, want je kunt wel heel veel regels maken, maar de ene regel gaat dan weer ten koste van de andere regel. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met atelectase. Atelectase is een samengevallen longgedeelte, wat op basis is van een ingroeien van de tumor eigenlijk. Dus dat is dan samengevallen. Maar dat kan door ingroei van de tumor komen. Maar het is ook een heel veel voorkomend verschijnsel bij een CT-scan. Mensen liggen op de rug, waardoor de longvelden aan de onderkant atelectatisch worden. En we hebben daar gemerkt dat, want het is een specifiek item, op het moment dat je een atelectase hebt die gebaseerd is op een longtumor, dan is het een specifiek stadium. En die kunnen we heel moeilijk van elkaar onderscheiden. En ja, daar loop je inderdaad tegenaan dat je je regels hebt gemaakt. En hoe we daarop wilden anticiperen is om juist op dat stukje atelectase machine learning ook toe te passen. Dat je dus gaat zien van wat is een normale atelectase en wat is een atelectase van veroorzaakt door de tumor. En nu had u vier vragen. Ik weet niet of ze nu allemaal beantwoord. Ja. Nee, dat gaat heel goed. Ja. En, ik ben het met u eens dat het, wat ik had gevraagd nog, wat niet helemaal beantwoord is, een beetje wel, is de explainability van die algoritmes. Ja, natuurlijk. Dat gaat natuurlijk heel goed met regels. Ja. Maar ja, als je duizenden regels hebt, dan zie je ook door de regels het bos niet meer, om het maar zo te zeggen. En dan gaat die explainability ook een beetje mis. Ja. Nee, dat klopt. Wat wij daar dus wel hebben gezien is dat die grafische interface van belang is. Hè? Dat je dus op de achtergrond gebeurt van alles en nog wat. Maar je ziet dus wel wat hij doet op basis waarvan. En dan maak je toch die regels inzichtelijk.
En dat kan je natuurlijk ook met machine learning doen. Hè? Dat je op basis daarvan een bepaalde layout geeft. Maar is er een mogelijkheid, of zijn er nu eigenlijk... Ik neem aan dat radiologie is natuurlijk een wetenschap die in de hele wereld toegepast wordt. Er moeten toch wel datasets zijn die geannoteerd zijn, die groot zijn en die ook geschikt zijn voor machine learning taken? Die zijn er maar vrij weinig. En dan gaat het met name om de kwaliteit van de annotatie. Je kan dus heel veel laten annoteren, maar ja, als er onzin in komt, komt er natuurlijk ook weer onzin uit. Ja. En dat is een beetje wat we merken, is dat er dus vrij weinig goed geannoteerde data is. En ja, wij hebben natuurlijk een niche in onze taal. Dus daar is vrij weinig. In het Engels is daar zeker meer, maar ook daar gaat het om de annotatie. Dus je moet heel goed geannoteerde data hebben om daar iets mee te kunnen. Ja, en wordt daar onderzoek naar gedaan op dit moment, neem ik aan? Zeker. Er wordt zeker onderzoek naar gedaan. Maar dan is het dus alsnog heel veel tijdsinvestering om dat op die manier te doen. Ja. Ook al heb je nu de transferred learning natuurlijk. Daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Maar dan is het nog niet op het medische stukje. Dus dat loopt achter. Een hele korte vraag nog, als dat mag. Als je nou... Je hebt het gehad over BERT, dat is voor de toehoorders de linkerkant van de transformer, de encoder, heel goed voor klassificatie. We hebben een wereldwijd experiment met AI gehad het afgelopen jaar met ChatGPT, waarin we allemaal geparticipeerd hebben wat de rechterkant van de transformer is, de decoder. Ja. Ik was pas in het ziekenhuis en toen zei een specialist tegen mij van ik ben hier nu een verrichting van een uur aan doen, maar ik moet zo meteen een uur gaan typen. Ik doe dat tegenwoordig met ChatGPT, want ze had gevraagd wat ik dan deed en ze zei dat is geweldig. Die genereert dat hele verslag zo en dan moet ik het nakijken en dat scheelt me de helft van de tijd. Als je nou dat soort teksten genereert, computergegenereerde teksten, en die door dit soort algoritmes laat controleren op compleetheid en correctheid, hoe ziet u dat? Dat is natuurlijk... Een niche waar je nu naar moet gaan kijken, is dat inderdaad evidence. Kijk, want wat ik zie als ik even terug ga naar de voorkant van mijn boekje. Niet te ver teruggaan, we proberen tijd te winnen, want we liggen dadelijk op schema achter. Als je de vraag vier keer stelt, krijg je vier keer een ander antwoord. Ja. En dat is natuurlijk het belang van, schrijf je hetzelfde voor patiënt X als voor patiënt Y? Ja. Kort genoeg. Dank u wel. Ja. Gaan we nu verder. Ja, we hebben dus die tijd die ik aankondigde, die we gewonnen hadden, doordat u kort verhaalde. Die hebben we inmiddels ingelopen, dus we zitten weer op het oude schema. Dr. Veldhuis, hij is, zoals dat heet, associate professor, dus UAD'er in de radiologie. Hij is radioloog aan het UMC te Utrecht. Hij was ook lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dr. Veldhuis. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, ik wil u ook graag van harte feliciteren met het gereed komen van uw proefschrift. Dat is een wat standaard manier van rapporteren, maar dat zult u mij hopelijk vergeven. In uw proefschrift begint u met, in uw proefschrift over structured en standardized reporting, begint u met uit te leggen dat het wetenschappers structureel niet lukt om over gestandardiseerd te rapporteren. En ja, zegt u, dat maakt wetenschap doen bepaald niet makkelijker. Ja, wetenschap doen is nooit makkelijk, dus dat maakt het in die zin ook niet moeilijker. Volgt u mij nog? Ja, zeker. Dat had ik van u als mens ook niet anders verwacht, maar ik denk dat het de zaal duidelijk is waarom het computeralgoritmes best moeilijk kunnen hebben om teksten van een radioloog, soms bijna gezwam, goed te interpreteren. Dat leidt mij tot mijn eerste vraag. U stelt een hele interessante mogelijke aanpak voor, waarbij we een samenspel gaan hebben tussen user interfaces en NLP-algoritmes. Nou wil ik u daar even van gedachten wisselen. Ik denk dat samenspel kan werken. Met name als we die user interfaces heel gestandardiseerd opbouwen en op een hele gestandardiseerde manier presenteren en op gestandardiseerde momenten presenteren. Dan daag ik u een beetje uit. Denkt u dat kan? Verplaatsen we daarmee niet het probleem? Of, om u verder uit te dagen... Is dat wat ik nu zeg net zo gezwam als wat ik net zei? Of denkt u, hij heeft ongelijk, het wordt er wel beter van? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw vragen ook. En ook hartelijk dank voor de felicitaties. Zeker zeer interessant om te kijken waar je heen kunt gaan met dat stukje standaardisatie of afdwingen. Kijk, wat wij nu hier hebben gedaan is een relatief moeilijke vraag gesteld. Geef me de TNM.
En ja, dat in de grafische user interface te verwerken. Maar wat je ook prima kan doen, is dat je kan zeggen, oké, we hebben eisen aan een verslag, daar moet iets over de longen staan, daar moet iets over de buik staan, daar moet iets over de mild, over de lever, over de hersenen staan. En op het moment dat je dat niet in je verslag hebt, dan krijg je automatisch een berichtje, hé, je hebt iets vergeten over de nier te zeggen, bijvoorbeeld. En dat kan dus ook al een beginstap zijn van gestructureerd verslaglegging, voor een standaardisatie. En uit dat stukje kun je weer verder gaan kijken. Okay, wat kun je toevoegen op de achtergrond? En juist dan is die user interface van belang om te kijken hoe ver kun je gaan. Hè? Wat vindt een radioloog irritant, vervelend? Wanneer haakt hij af? Ik denk dat dat soort van het samenspel moet zijn. Want als we bijvoorbeeld naar de abdomen kijken, daar is best wel veel gestandardiseerd. Ook vanuit de NVVR wordt dat gestimuleerd. Als we daar met z'n allen achter staan, waarom doen we dat niet zo? Aan de andere kant, waarom gebruiken we de ICT voor? Waarom niet gewoon een sticker op de computer, je moet 1, 2, 3, 4, 5 zeggen. En dat ga je erin zetten. Dus zijn we niet misschien een beetje lui? Laten we zeggen, ik ben het helemaal met u eens. Ik denk dat wat u voorstelt echt the way to go is. Alhoewel, op pagina 51 zegt u, the proper implementation of SR might be highly case specific. Ja. En ik denk, dat gaat nou voor de user interfaces ook gelden. En we hebben zoveel verschillende patiëntgroepen, zoveel verschillende onderzoeken, zoveel verschillende settings. En voor al die settings moeten we gestandardiseerde user interface. Gaat dit eigenlijk überhaupt wel lukken? Ja, dat is zeker een goeie. Want wat je ziet met gestructureerde verslaglegging is dat je, tenminste mijn interpretatie van het geheel, is als het een makkelijke vraag is, als je eigenlijk niet te veel opties hebt, dan is het redelijk goed te doen. Hè? Want je hebt niet heel veel keuzes. Je hoeft niet een hele lijst door te spitten met daar is mijn specifieke keuze. Maar dat heeft u zeker een goed punt. Vandaar dat je misschien moet beginnen bij iets gestandardiseerds. Dat je zegt, ik moet iets zeggen over de long, iets over de abdomen, et cetera. En wat van belang is bij bijvoorbeeld de hoofd-hals-oncologie, dat je die 5 punten benoemt. En dat je de rest misschien iets minder highlight als het ware. En daar komen we op een interessante discussie die we net ook hadden. Hè? Gaan we naar de large language models toe of blijven we meer bij de symbolic AI? Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik ben misschien begrepen met PALGA, hoe de pathologen het doen. Dat zijn enorme regelbeest dingen. Gaat eigenlijk hartstikke goed. En u zegt, we kunnen NLP eigenlijk naast ons laten draaien en ons meehelpen om een verslag te maken. En dan zegt u, it's better to use structured data for NLP-algoritmes. En dan denk ik, is er wel zoiets als unstructured data? Unstructured data is noise. En is vrije tekst is eigenlijk ook structured data? Ja, het is. Is dat niet een glijdende schaal? En glijden we dus niet met de nieuwe language models die er komen naar gestructureerde data gewoon de vrije tekst kunnen gebruiken? Ja, als ik u goed begrijp, dan is het, tenminste hoe ik het interpreteer, is dat op het moment dat de NLP-algoritmes zo goed worden, is alles soort van gestructureerd en kunnen het op die manier gebruiken. Ja, maar en waar wil ik als radioloog dan heen? Dat ik ik ben nog steeds in de situatie waar we user interfaces in een interplay gebruiken met mij die aan het dicteren is en NLP die met mij meekijkt. Ja. Is het dan zo dat ik met de user interface bezig ben en er komt een gestructureerd verslag uit dat lijkt op vrije tekst, maar ik heb geen vrije tekst meer hoeven intypen? Ja, dat kan je zeker hebben, maar waar ik eigenlijk heen zou willen is dat je ook de beelden erbij gebruikt. Hè? Dus dat je op basis van de beelden een soort van een analyse krijgt van hey, daar zit die atlectase en die gaan we daarin plaatsen en dan krijg je het op die manier. En dan hoef je het op een andere manier te checken. Dus dan hoef ik niet meer eens met je speechen, maar dan zie ik dus wat daar gebeurt. Maar wat is dan, maak ik nog vrije tekst? Willen we naar een situatie waar ik geen vrije tekst meer doe en alles in een interplay gemaakt is en er een leesbaar verslag uitkomt dat eigenlijk gestructureerd is? Door structured reporting? Nou ja, ergens denk ik dat het altijd fijn is dat je je ei kwijt kunt. Hè? Dus, ja. Dus dat je niet alleen het vinkje hoeft te zetten van ja, dat heb je goed gedaan. Dus ik denk niet dat je enkel naar dat soort dingen toe kan gaan. Want je moet ergens ook nog een interpretatie hebben. Maar wat wij natuurlijk doen, wij zien informatie en die interpreteren we en dan geven we een eindconclusie. Ik kan me heel goed voorstellen dat je al die informatie bij elkaar neemt. Bijvoorbeeld ook van de pathologie, maar ook van de microbiologie of alle dingen. Dat je die samenvoegt en ik zeg oké, op basis van die gegevens vind ik dit. Nou, dat is eigenlijk wat ik wil horen, waar we beide dingen doen. Hè? Waar we dus in deze hele mooie interplay, die ik echt heel graag zou zien, naar een verslag uitkomt die we ondertussen interactief checken. Ja. En dat ik ook als radioloog een vrije tekst moet doen, want ik denk dat de rule-based dingen inderdaad altijd tekort zullen schieten. En dat we eigenlijk beide dingen als product gaan doen. Dus we hebben een stukje vrije tekst van de radioloog en een stukje gestructureerde tekst door de interplay gemaakt. Ik denk dat ik mijn tijd op is, dus ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Veldhuis. Tijdens deze discussie kwam mij in een oud gezegde te binnen schieten. En dat heette, de röntgenkamer is lijk in opiumkit,
men geeft dan zich over aan de wildste fantasieën. En toen denk ik, hoe moet je dat allemaal in een computer vatten? Maar dat geldt tegenwoordig niet meer. A, is er geen röntgenkamer meer, maar is ongeveer de helft van het ziekenhuis een röntgenafdeling. Maar goed, u hoeft mij niet te antwoorden. We gaan namelijk verder met de oppositie door professor Van Ooyen. Hij is zichtbaar hier op het grote scherm. Hij is ook leraar artificiële intelligentie in de radiotherapie aan het UMC in Groningen. En vandaag komt hij ook tot ons vanuit Groningen. Professor Van Ooyen, hij was ook trouwens lid van de manuscript beoordelingscommissie. Dank u, meneer de prorector. Als het goed is, kunt u mij ook horen. Meneer de promovendus, uiteraard ook namens mij felicitaties met uw proefschrift. Ook voor uw promotores. Heel interessant en relevant werk. En dat heb ik ook, zoals de anderen aangeven, met veel plezier gelezen. En ik wilde eerst eens een korte vraag stellen, want u heeft een aantal keer in uw proefschrift noemt u het Nederlands als een small language. En ik vroeg me af, wat bedoelt u met een small language? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en hartelijk dank ook voor de felicitaties. Ja, wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat wij maar een kleine groep zijn qua taal. Dus dat er eigenlijk vrij weinig onderzoek in gebeurt, dat er vrij weinig beschikbare data is als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Engelse taal. Waar dus veel meer informatie in is, waar veel meer onderzoek in gebeurt, omdat het gewoon veel vaker gebruikt wordt. Dat bedoelde ik eigenlijk met een small language. Dus eigenlijk doelt u op het feit dat we misschien niet zozeer de hoeveelheid verslagen die gemaakt worden in onze taal, want ik kan me voorstellen dat er bepaalde talen zijn die meer gebruikt worden dan het Nederlands, maar waar nog minder kennis aanwezig is. Maar het gaat eigenlijk om dat onderzoek wat er moet gebeuren. Het doen van het data science onderzoek op gebied van die taal is eigenlijk wat u zegt, dat is voor ons eigenlijk te small, te klein in Nederland om echt goede modellen te krijgen. Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel. Kijk, wat je dus ziet is dat in het Engels, als we het dan weer hebben, even kijken Bert. Ja, dat zie je dat heel veel sneller loopt dan bij ons. Het is natuurlijk wel dat je nu specifieke modellen krijgt die ook over talen heen kunnen stappen. Maar dat was op die tijd, lees 6 jaar geleden, was dat nog niet zo. En dus vandaar dat er relatief vaak small language field in staat of iets in die strekking. Ja, heel duidelijk. We hebben natuurlijk ook wel een badge gekregen wat meer op de Nederlandse taal is. Maar die ontwikkelingen zijn natuurlijk wel gaande. Als ik nu naar uw hoofdstuk 4 en verder kijk, dan traint u meestal op basis van verslagen van één instituut. En u geeft aan dat die variabiliteit in de vocabulaire dat gebruikt wordt, dat is ongunstig voor het trainen van de machine learning. Om modellen te krijgen is die variabiliteit is een probleem. En u geeft ook aan dat er we hebben een grotere corpus nodig. Dat geeft u ook aan met dat small language. We hebben meer informatie nodig, we hebben meer mogelijkheden nodig om die analyses te kunnen doen. Mijn vraag is dan, want in het vakgebied waar ik in zit, in de imaging, als wij modellen trainen, gebruiken wij meestal 80% van de data die we hebben om te trainen. En de rest gebruiken we voor de validatie. Bij u zie ik dat andersom. U gebruikt 47 verslagen om te trainen en dan 100 voor de validatie. Hoe zit dat? Waarom is die keus zo gemaakt? Als u zegt van ja, je mist in die 47 verslagen ook bepaalde informatie, waardoor je in je rule-based ook bepaalde dingen niet meekrijgt. Waarom niet meer dan gebruiken voor het trainen? En wat is het effect van het gebruik van zo'n kleinere set uit de data die u beschikbaar heeft op de generaliseerbaarheid van zo'n model? Nee, dat is inderdaad. Dat klopt, dat we de trainingset is 47 ten opzichte van 100 of 67 ten opzichte van 100 of 200 ten opzichte van 225, dat klopt. Het is inderdaad een goede vraag, denk ik, om te kijken van is dit de goede keus geweest? Maar achteraf, als je gaat kijken naar de uitkomsten van de accuratesse bijvoorbeeld, dan zou je dus eigenlijk verwachten dat ze gelijk zouden zijn in de trainingset en in de validatieset. Of eigenlijk zou je verwachten dat je in de validatieset een lagere score zou hebben, hè? Omdat je soort van altijd wel iets gemist hebt waarop je eerder had kunnen trainen. Als ik daarnaar kijk naar de accuratesse scores, is dat niet altijd het geval, hè? We zitten daar redelijk hetzelfde.
Dus in dat opzicht ben ik het wel eens dat we misschien in de trainingsset meer hadden kunnen doen. Maar ik weet niet zozeer of het nu een soort van zoveel effect heeft gehad op de uitkomst. Maar zeker daar is verbetering mogelijk. Wat je dus ook ziet is dat je bepaalde stadieringen niet hebt kunnen vangen in je training. Dus dat kan zeker een valide punt in deze. En als we dan een grote corpus zouden gaan verzamelen, dus we gaan dit vanuit uw werk zeggen van we gaan dit Nederland breed aanpakken en we gaan het uit alle ziekenhuizen vandaan verzamelen, dan krijgen we een grotere corpus. Maar hoe zit het dan met het effect dat je dan je vocabulaire ook gaat uitbreiden, omdat je veel meer radiologen krijgt en veel meer verschillende manieren van dingen formuleren, andere manier van verslaglegging. Hoe gaan we? Denkt u dat dan een grotere corpus gaat helpen om nog een slag te doen in de verbetering van de algoritmes? Nee, dat denk ik zeker. Als je natuurlijk meer informatie hebt, dan kun je ook gaan kijken, kunnen we dan nu wel overstappen naar de machine learning? Kun je dan wel gaan kijken hoe je die achtergrond eruit kunt krijgen? Kijk, op het moment dat je heel veel verslagen hebt, dan heb je ook de verschillen. En dat is waarschijnlijk wat we hebben gezien met ook de PET-CT. Dat de accuratesse ging omlaag. En dat had met name te maken doordat de informatie niet in het verslag stond. Maar misschien ook omdat het op een andere manier verwoord werd. En misschien hebben we daar wel iets te weinig getraind bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je dan genoeg data hebt om die dingen te trainen, dan kan je zoveel mogelijk ondervangen. En dan hoop ik ook dat je bepaalde fouten in de tekst, hè, want er zitten ook heel veel fouten in de tekst, dat er iets verkeerd staat in de zin van een spelfout of iets staat in een andere zin wat in een andere zin ze moet hebben, dat je dat een heel stuk sterker kunt onderscheiden en dat je daar inderdaad meer mee kunt doen. Dus ik zie zeker meerwaarde van dit soort dingen en dan kunnen we dus ook de nieuwe methodes gebruiken om daar naar te kijken. Goed, ik denk dat gezien de tijd ik het woord teruggeef aan de prorector. Dank u voor uw antwoorden. Ja, dokter Feite, zij is assistant professor, dus universitair docent in het gebied van de clinical data science aan deze universiteit en aan Maastro Clinic. Dokter Feite. Geachte promovendus, eerst mijn felicitaties met het mooie proefschrift en ook de hele leuke presentatie aan het begin. Ik wilde net als professor Van Ooyen een beetje sparren over meer de methodologie van hoofdstuk 4 tot en met 6. Mijn eerste vraag gaat over de vertaling tussen de verschillende talen. Want in hoofdstuk 4 heeft u een T-model ontwikkeld voor de Nederlandse taal, zoals ik het heb begrepen, en in hoofdstuk 5 voor de Engelse taal. U gaf aan in dit hoofdstuk, in de discussie, dat het dus eigenlijk de discussie was, of het de conclusie was, dat dit model dus ook bruikbaar is voor andere talen dan alleen Nederlands. Hè? En Engels was het voorbeeld. Nu kan ik me ook voorstellen dat Nederlands en Engels best wel op elkaar lijken. Hè? Er is niet superveel verschil in hoe de talen zijn opgebouwd. Veel woorden lijken op elkaar, maar ook de structuur van zinnen, denk ik, lijkt wel op elkaar. Kunt u een inschatting maken in hoeverre dit model daadwerkelijk vertaalbaar zou kunnen zijn naar verschillende talen? Zeer geleden opponent, hartelijk dank voor uw vraag en ook voor de felicitaties. Wij waren eigenlijk redelijk verbaasd met hoe goed het in een andere taal werkte. Hè? En dat komt waarschijnlijk omdat we het dus regelgebaseerd hebben gemaakt. Dan heb je niet zoveel informatie nodig, niet zoveel data nodig. Dus dat viel ons eigenlijk ook mee. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar onze specifieke concepten, hè, die we hadden geëxtraheerd uit het Nederlands. En wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de SNOMED-codes. Dus de achtergrond heeft een bepaalde code, een lung tumor, die is heet nummer 1. En in het Engels is dat ook nummer 1, maar dat heet dan iets anders. En in het Spaans en in het Frans heeft dat precies hetzelfde, als die daarin vertaald is. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar die SNOMED-codes. In hoeverre kun je die soort van gebruiken om je algoritme te vertalen, als het ware. En we hadden eigenlijk gehoopt dat het iets beter werkte. Want het is niet altijd zo dat het ene woord in het Nederlands in taal X hetzelfde betekent. En daar liepen we eigenlijk tegenaan. Tot op zekere hoogte kun je dus in elke taal vertalen als er maar een goede ontologie is, maar een goede SNOMED-code.
Maar wat wij dus hebben gezien in het Engels bijvoorbeeld, is dat dat niet altijd opgaat. Dus dat je daar dus echt weer live moet gaan trainen, live moet gaan kijken welke informatie je nodig hebt. En dan heb je dus ook de kennis nodig van hoe je een verslag maakt en hoe je die gebruikt in het algoritme. Dus dat zijn een beetje de dingen waar je tegenaan loopt. Ja, het kan, maar tot een bepaalde hoogte is het mogelijk. Dus er is nog veel handwerk nodig voordat dat naar een andere taal vertaald kan. Ja, zeker. Maar wat we dus wel hebben gezien is dat we zijn daar 4 weken geweest en in 4 weken werkte het al. En dat is natuurlijk best wel snel voor zoiets. Dus als je gaat kijken naar Duits, ik denk dat dat relatief snel kan gaan. Frans misschien iets ingewikkelder, naar Chinees waarschijnlijk nog ingewikkelder, omdat je daar de achtergrond niet hebt. Maar op basis van zulke uitkomsten denk ik dat je best wel leuk werk hebt gericht. Dat je kunt zien, oké, die TNM, rule-based, is zo gek nog niet. Oké, dan heb ik nog een aanvullende vraag op basis van wat professor Wildberger ook aangaf over het meer het wollige van de radiologie-rapporten. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat echt de NLP-modellen, of ze nou regelgebaseerd zijn of AI-gebaseerd, dat dat toch wel heel erg de accuraatheid van de modellen beïnvloedt. Nu kon ik niet goed afleiden uit de hoofdstukken hoeveel radiologen bijvoorbeeld die rapporten hebben gemaakt. Ik begreep dat het de meeste uit één centrum kwamen, maar hoeveel radiologen hebben dat geschreven en hoe ver is daar een standaardisatie aan vooraf gegaan? Ik kan me dus voorstellen dat als er heel veel verschillende radiologen die rapport hebben gemaakt, dat de data ook heel heterogeen is. Is dat iets wat jullie ook hebben gezien in het onderzoek? En hoe hebben jullie daarmee omgegaan? Ja, dat hebben we zeker gezien. En dan zagen we het met name in institutie 1 ten opzichte van 2. Hè? Dus je zag dus een verschil in ziekenhuis, als het ware. En dat merk je dus. En wat we daarmee hebben gedaan, is dat we hebben getraind. Hè? We zijn dus in eerste instantie begonnen met, ja, wat weten wij van hoe je zou verslaan? Hè? Dus op basis daarvan hadden we al heel veel regels gemaakt. En dan ga je dus daarna fine-tunen op basis van de instelling. En instelling 1, ja, daar wist ik zelf heel veel van. Dus ja, daar hoefden we niet zo heel veel op te fine-tunen. Maar instelling 2, daar zitten toch andere mensen die daar verslaan. Het was ook een niet-academisch centrum. Misschien dat ook meemaakt, dat je dus op een andere manier een verslag maakt. En je ziet dus wel dat daar dus een verschil is. Dus je moet daar heel goed nadenken van, oké, welke regels moeten we gaan aanpassen? Moeten we regels er niet uithalen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar grootte, hoe wij het gewend zijn in onze institutie 1, laat ik zo zeggen, is dat de grootte na de tumor staat. Maar soms kan het ook zijn, ik zie een grote tumorpunt, die is 5, 6 centimeter punt, en dan staan ze in een verkeerde zin. Ja, hoe ga je daar dan weer mee om? En ja, dat zijn wel dingen die je dan merkt. Afspraken maken is helemaal niet zo slecht, hè, over waar je dingen zegt. En dat is ook een soort van standaardisatie. En als je daar iets meer in kunt doen, zoals ook professor Wildberger zei, het begin is, hoe vertel je iets? En dan kan je ook een hele slag maken. En dat is misschien nog niet eens zo gek, hè? Dat is gewoon opleiding. Als je kijkt naar onze MRI Brein, dat is bij vrijwel alle stafleden bij ons hetzelfde, omdat het er zo ingestampt is. En ja, is dat verkeerd? Weet ik niet. Denk niet. Ja, interessant. Maar dat betekent dus wel dat jullie een hele hoop standaardisatie van tevoren hebben moeten doen. Stel, je wil nou dat model pakken en je zet hem in Groningen neer, bijvoorbeeld. Ja. Dat betekent dus dat er nog steeds wel wat manueel werk is om die regels aan te passen, als het ware, voor dat specifieke centrum. Ja, ik vooralsnog. Aan de regels van de TNM gebeurt niks. Maar om het te analyseren, daar moet je even gaan checken hoe dat gaat en hoe je die moet fine-tunen. Want dat hebben we nu gezien bij dat andere centrum, waar je toch een lagere accuratesse hebt. En ik denk dat dat een van de oorzaken is. Ja. Oké. Heb ik nog tijd over, prorector? Of is het tijd om? Inclusief het antwoord, nog 1,5 minuut. Oh, kijk eens aan. Nou, dan wil ik eigenlijk ook nog even naar stelling 5. Stelling 5. Ik weet niet of een van de paranimfen dat misschien wil voorlezen. Artificial intelligence zal radiologen tot op een bepaald niveau vervangen en radiologen moeten inventief zijn om niet opnieuw door radiologen te worden vervangen. Ja, ik vond het wel een triggering statement. Dat is vast ook de bedoeling. Ik denk dat we vaak horen in de media, hè, dat mensen bang zijn om door AI vervangen te worden. Tot op zekere hoogte ook, dat hoor ik ook vaak van artsen. Bijvoorbeeld ook in de radiomics, of in ieder geval de AI die helpt om tumoren in te tekenen en dergelijke. Alleen het tweede argument hoor ik niet zo vaak, hè? Dat AI eigenlijk, of ja,
de RA-ideologen bang moeten zijn om vervangen te worden door de mensen, als ik het goed heb geïnterpreteerd. Kunt u daar een beetje uitleg over geven waar die statement vandaan komt? Ja, er is één ding als ze niet inventief zijn, hè, dat daar gaat het om. Kijk, wat je nu hebt is dat je hebt bepaalde taken die worden overgenomen door AI. Dat doen ze met een bepaalde accuratesse. Op het moment dat je dat niet onderkent, hè, dat je die handleiding leest van het algoritme, dan kan je fout gaan, omdat je gelooft in het algoritme. En wat je dan misschien aan de ene kant verliest, is je eigen kennis over hoe je normaal zou interpreteren, want je gelooft dat algoritme, maar je maakt wel fouten die je niet meer ziet. En op het moment dat je dus een AI-radioloog bent, of RAI-dioloog, dan zie je dat niet meer. En dan gaat de gewone radioloog je weer inhalen, want die heeft wel nog die kennis. Dus wat ik bedoel, op het moment dat je die handleiding niet goed leest van een algoritme, dan ga je op een gegeven moment nat. En dat moet je voorkomen door inventief te zijn. Oké, dus hoe zie jij hoe ziet u de toekomst dan voor zich met dit soort modellen en de radiologen? Nou, ik vind dat een heel spannend veld, want op het moment dat wij hebben een fracturenalgoritme, en daar zit echt een handleiding bij, van als, op het moment dat ik twijfel, dan moet ik niet aan dat algoritme vragen wat het wordt. En op het moment dat je dat in je hoofd hebt, ja, dan is het gewoon prima, maar straks krijg je 20 algoritmes bewijs van. En dan moet je eerst gaan opzoeken, ja, onder welke omstandigheden mag ik dat algoritme raadplegen? Ben ik nu goed bezig? En wat laatst ook in de NRC stond, is dat een X-Torax-algoritme een soort van overshoot doet. Dus die heeft heel veel vals positieven. Wat heeft dat voor gevolgen weer? Dat er 40 mensen vaker naar de spoedeisende hulp gestuurd worden met iets wat er niet is. En ja, dat zijn wel de dingen waar je nu in zit. En dat vind ik een spannend veld. Dus je moet altijd kritisch blijven op je AI. En niet zomaar maar iets implementeren omdat ergens het werkt. Nog veel te doen dus. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Feiten. Er wordt nu de oppositie voortgezet door professor Van Gemert. Hij is hoogleraar kinderchirurgie aan deze universiteit. Vandaag fungeert hij tevens als secretaris van deze promotiecommissie. Professor Van Gemert. Dank u wel. Geachte promovendus, ook mijn felicitaties aan u en uw promotieteam met een prachtige proefschrift. Dat niet helemaal op mijn vakgebied ligt. En ik wil als eerste met u discussiëren naar aanleiding van stelling 9. Weten met een encyclopedie om te gaan is beter dan een encyclopedie te zijn. Alfred Nobel. Dank u wel. Alfred Nobel, dat klinkt als zijn familie. En ik heb een sterk vermoeden dat hij aan Maastricht studeert of gestudeerd heeft. En waarschijnlijk geneeskunde of een gerelateerde studierichting. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en de felicitaties. Nou, dit is eigenlijk Alfred, even kijken, de Alfred van de prijs. Nobel is dit. Oh, okay. Dus dit is niet de geneeskundestudent die u voor ogen heeft, maar dit is Alfred Nobel die dit heeft. Dat is genoeg antwoord. En waarom ik dat zeg is omdat het een typische opmerking is die ik hoor in Maastricht. Okay. Studenten zeggen hier, ik hoef niet te weten als ik maar weet waar ik kan vinden. We vinden die opleiding zeker voor mijn vakrecht in de geneeskunde niet waar en gevaarlijk. Want als een patiënt bij mij komt, of ik moet naar een patiënt om de eerste hulp, of anderszins, en die geeft mij een probleem en ik pak vervolgens een tekstboek en ga het opzoeken. Dat denk ik wordt niet gewaardeerd. Daarnaast is denk ik onze kennis in de geneeskunde veelal anekdotal. Dus we leren van onze ervaringen. Op een gegeven moment herken je situaties, je herkent patronen. Dat vind je niet terug in encyclopedie of tekstboek of op internet. En waarom hebben we een arts nodig? Ik bedoel, nu al komen patiënten zelf met een uitdraaien van internet, van al die gegevens. En ik denk dat het gevaarlijk is, omdat het ondermijnend werkt voor ons beroep, maar ook voor de opleiding. En de motivatie voor de opleiding, van waarom zou ik dat leren? Ik weet waar ik het kan opzoeken. En uiteindelijk zelfs de zorg. Dus naar mijn betoog, wilt u uw stelling terugtrekken of relativeren? Ik probeer dat laatste natuurlijk. Wat het idee natuurlijk is wij zijn allemaal, of tenminste, ik ben begonnen als algemeen radioloog. Als je mij nu vraagt om
MRI abdomen te beoordelen, heb ik een hele andere accuratesse dan een MRI brein, want dat is mijn vakgebied. En ik bedoel het meer zo, je ziet dus dat we aan het subspecialiseren zijn. En op je subspecialisatie heb je heel veel kennis, maar ik kan het me niet veroorloven om ook nog de MRI abdomen erbij te halen, omdat als ik alles moet kunnen, dan is dat te veel en dat gaat dat dan weer ten koste van het ander. Kan je in deze stelling, dat dacht ik, was naar het proefschrift teruggaan, encyclopedie vervangen door artificial intelligence? Nee. Oké. Dat is een heel duidelijk antwoord. En ik kan nog heel kort even iets vragen. Heeft te maken met wat mijn voorganger ook al wat vragen heeft gesteld. Het artificial intelligence, en er is natuurlijk angst dat dat dingen gaat overnemen van ons. Dus mijn ervaring hiermee is met een robot. We opereren kinderen in mijn geval met een robot. En daar praten we veel liever over augmented intelligence. En dat stuk, bij mij doet hetzelfde. Die heeft big data, analyseert dat, machine learning met logaritme. En die geeft die informatie terug aan mij. Dus in die zin is het niet zelfstandig, zoals artificial intelligence zegt. Dus is hier niet meer sprake van augmented intelligence in plaats van artificial intelligence? Ja, professor van Geemert kent de regels. Die weet, als de vraag niet gesteld is, hoeft die ook niet beantwoord te worden. Dus hij frutselt nog gauw de vraag achter het horen is. En u krijgt dus de gelegenheid om heel kort het antwoord te geven op wat hij nog net erin frummelde. Zij het wat te laat. Heel goed. Augmented is net natuurlijk een andere vorm dan AI zoals wij het doen. Maar zeker kan het een toegevoegde waarde hebben, ook op het moment dat je opereert, dat je bepaalde dingen ziet die je anders niet ziet. En dat is natuurlijk wel een hele mooie toevoeging in dat stukje. En het is, je hebt dan ook het hele probleem met de chirurgen of andere artsen die worden uitschakeld, heb je dan niet. Alleen je maakt gebruik van augmented intelligence, dus van die enorme big data, die ons brein niet in een korte tijd kan analyseren. Dus ik denk dat het beter is om daarover te praten. Wij laten de tijd voor het verdedigen van uw proefschrift is hiermee voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. To the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose that branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Hit the mileage, traveling so far. Though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you won the battle once you roll.
10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Oh, oh, oh.
even goed afspreken. Ja. Meneer de Promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgeleide academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat, de dokterstitel, te verlenen. De hoogleraar Robben is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. En je zet daarbij ook vaak een beret op. Het is multitasking en een beret opzetten en een microfoon beetpakken, u begrijpt het. Geachte promovendus, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Dat is inderdaad goed geantwoord. Krachtig de bevoegdheid van de door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Johan Martijn Nobel, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en de overige leden van de beoordelingscommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Beste Martijn, of zoals je vanaf nu heet, wel edel, zeer geleerde heer Nobel. Het is me genoeg om je als eerste te feliciteren met het behalen van de hoogste academische graad. Want de titel professor namelijk is geen academische graad. Dat is hooguit een aanduiding van een universitair ambt. Kortom, je kunt niet hoger meer. En ook titulatuur technisch heb je je hoogtepunt bereikt. Als brugklasser werd je aangesproken met, hey jij daar? Later op de middelbare school was dat beste Martijn. Je officiële bachelortitel was geachte heer Nobel. Toen werd je master, wel edel geleerde heer Nobel. En nu ben je wel edel zeer geleerd. Het zijn 19 letters. Probeer dat zo lang mogelijk vast te houden, want bij een eventueel vervolg van je academische carrière wordt dat gekortwiekt tot hooggeleerde. Dat is maar 12 letters, heer. Dus hou dit vast. Even iets over het verleden. Als promovendus hoor je nu bij een heel select gezelschap en dat heb je meer dan verdiend. Je kwam namelijk niet in een gespreid bedje. Je kon niet opstappen in een rijdende promotietrein om er 4 jaar later weer af te stappen. Nee, je kwam echt in pioniersgebied terecht. En in pioniersgebied zijn geen treinen, er zijn niet eens rails. Je hebt uiteindelijk zelf richting gegeven aan je onderzoek, contacten gelegd, moeten onderhandelen, marchanderen, veel samengewerkt met je partners in crime. Daarbij komt dat je gepromoveerd bent in het wit. Even een kleine toelichting voor de toehoorders. Je kunt promoveren op een zogenaamde promotieplek. Dan word je 4 jaar betaald tegen een beperkt bedrag om je promotieonderzoek te doen. Je kunt ook in het wit promoveren. De naam zegt het al, dan doe je het naast je werk in je witte jas. En dat is echt een Olympische prestatie en dat heb jij probleemloos volbracht tijdens je opleiding en zelfs tijdens je periode als medisch specialist en staflid. Je bent aankomen waar je uit Nijmegen. Voor mij ongemerkt, maar je was er ineens. En je viel me meteen al op als een aparte snijboon.
met veel interesse buiten de radiologie. Dat vinden we als radiologen apart. Je had een Big Data Summer Course gevolgd en zelfs een vrij intensieve cursus kosten in de gezondheidszorg. Nou, volgens mij heb je daar leren denken in grote lijnen, want in detail, want op detailniveau begrijpt niemand die onderwerpen. En je had affiniteit tot onderwijs. En zo ben je wellicht bij mij terechtgekomen. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Nogmaals, je was er ineens. Je wilde na je opleiding tot radioloog eigenlijk 3 dingen. Dat is een beetje de rode draad in de hele periode dat ik je ken en zowat een eeuwigheid. Je wilde een fellowship neuroradioloog volgen om neuroradioloog te worden. Dat is 1. Je wilde promoveren. Dat was 2. En je wilde een vaste baan krijgen en liefst in de buurt van Anna's toekomstige werkplek. Nou, in die periode zijn er periodes geweest, zijn er momenten geweest dat niet 1 van die punten gehaald zou worden. Maar ons standpunt is altijd geweest, de kosten gaan voor de baat uit. Stug doorgaan met wat je wilt bereiken en dan komt het uiteindelijk wel goed. En dat is ook zo. Stroomopwaarts gegroeid ben je neuroradioloog geworden, je hebt een stafplek gekregen en vandaag ben je gepromoveerd. Al de 3 de doelen bereikt. Check, zou jij zeggen. Dat is natuurlijk jouw verdienste, maar ook die van Joachim, die als meester tovenaar door schuiven met formatieplekken en fondsen dingen wist te faciliteren en alles op een zodanig transparante manier dat ik er niks meer van begreep. En er zaten ook leuke momenten bij. Reisjes naar Genk, Rotterdam, Wenen, Agfa, waar ik overigens heb geleerd dat Bovenstraat 19 niet alleen in Mesh, maar ook in Noorbeek ligt. En dat politiebonnen uit België toch helaas ook in Nederland in de bus vallen. Hoe staan we er nu voor? Hoewel je misschien dat niet gemerkt hebt, heeft dat hele promotieproces je heel langzaam gevormd en daar pluk je nu de vruchten van. Je denkt veel meer in kansen dan in problemen en hier horen we de echo van Joachim. Je bent taai en door dat hele proces nog taaier geworden en dat zal je van pas komen. Want als naast neuroloog, wat natuurlijk een easy job is, heb je het jezelf weer ontzettend moeilijk gemaakt door de AI-man van onze afdeling te worden. Dat kan ook niet anders met zo'n proefschrift. En dat in een UMC dat op dat gebied nog relatief weinig ondersteuning kan bieden. Maar hoe jij tijdens je promotieperiode een netwerk hebt weten op te bouwen en hoe je een helikopterview hebt weten te ontwikkelen, vind ik ongelooflijk. Oh ja, dan heb je je ook nog ontfermd over de forensische radiologie, dat stuurloos dreigde te worden. Crisismanagement is een groot woord, maar toch. Zei jij laatst niet met een glimlach, die promotie is wel het minste probleem dat ik op dit moment heb. Waarom weet ik dat allemaal? Want iedereen weet dat ik een Einzelgänger ben, die met zijn kinderradiologische maatjes dingen doet die anderen niet kunnen of niet willen doen. Maar dat komt omdat wij met z'n tweeën dezelfde kamer delen. En daar hebben we urenlange gesprekken gehad over onderzoek, afdeling, het ziekenhuis, omgaan met moeilijke situaties, je gezin, je nieuwe landgoed en een heleboel andere zaken waar andere mensen niets mee te maken hebben. En onze vrouwen thuis maar wachten. Die Anna van jou, die moet van ijzer zijn. En het doet me deugd om te constateren dat jouw bureau er al even slonzig uitziet als de mijne. En dat komt omdat er gewerkt wordt. Einstein zei het al, if a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what then is an empty desk a sign? Maar we hebben altijd een klein stukje bureau overgehouden voor Sander, die ook van onschatbare waarde is geweest voor je proefschrift. En dan dat stomme whiteboard dat er moest komen van jou. Kansloos en pathetisch. Staat al 2 jaar opgeschreven dat je Jeroen moet bellen. Beste Martijn, je hebt een mooie toekomst met een rugzak vol met radiologische kennis, maar ook een rugzak met vakoverschrijdende kennis die al aardig gevuld is. En dat onderscheidt je in hoge mate van anderen. Maak er verstandig gebruik van en zorg voor dat die rugzakken even zwaar blijven. Over balans gesproken. En je begrijpt best wat ik bedoel. Alvorens ik je nog de al nodig gaat overhanden, wil ik wel even felicitaties uitbrengen voor het gezin. En dan bedoel ik eigenlijk alle 3 de generaties die jou ondersteund hebben. En met name Floris en Louise, die zich uitstekend stil hebben gehouden. Louise, Floris, hartstikke goed gedaan. We waren er even bang voor, maar we hebben geen kick gehoord. Heel goed gedaan en misschien staan jullie over 25 jaar hier ook wel. En dan zit papa daar. Goed, tot slot.
is het mijn eer om je de anode te overhandigen. Dat is een aandeken dat de radiologieafdeling aan elke promovendus geeft, als herinnering aan de mooie tijd die achter je ligt en als baken voor de toekomst. En mensen die hem willen voelen, hij is hartstikke zwaar. Kom hem straks maar even voelen. Er hoort deze formulier erbij. Oké, heel goed, dankjewel. Alsjeblieft, ik gebruik twee handen. Ja. Juist, dankjewel. 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 Ja, dokter Nobel, dan gaan we aan deze kant verder. Het is mijn genoegen om u namens de universiteit te kunnen feliciteren met de behaalde dokterstitel. En in die felicitaties ook uw familie, vrouw, kinderen, kennelijk ook grootouders of ouders te betrekken. Ja, we zijn natuurlijk heel verheugd dat u, hoewel u in Nijmegen een alumnus van Nijmegen blijkt te zijn, klopt dat? Nou, ik heb 1 jaar mijn opleiding gedaan. En voor de rest heb ik in Utrecht gestudeerd. In Utrecht, ja, precies. Ja. Ik had het, ik denk, er was iets anders als Nijmegen. Ja, u bent uit Utrecht, een alumnus uit Utrecht, maar nou hebt u uw naam voor altijd verbonden aan dit instituut. En daar zijn we u om meerdere redenen dankbaar voor. Dat het een succesvolle carrière voor u ligt, dat lijkt al duidelijk. Ik neem aan dat u academisch wil blijven, maar daar bent u vrij in natuurlijk om uw weg te kiezen. In ieder geval, vandaag is daar de basis voor gelegd. Dan heb ik een paar praktische mededelingen. Kijk, wij hebben nu dus mensen die meekijken vanaf het scherm. En het is gebruikelijk. Er is een fotograaf in de zaal, hè? Bent u? Ja, mooi zo. Normaal gaan we gewoon met z'n allen in een soort plechtige stoet naar de hal. En dan maken we daar een statieportret. Maar dan kunnen deze twee helden niet meer meedoen. Die worden dadelijk weggeveegd door de techniek. En die willen we toch ook op het prentje hebben. Dus we gaan zo dadelijk een foto maken, als u het goed vindt, van de corona, zoals dat heet. Dus dit groepje rondom de dokter, inclusief de mensen op de achtergrond. Dan kunnen zij weg. En dan gaan wij nog die foto maken in de hal. Een soort statieportret voor de praktijkruimte of voor het kantoor. Ja, wel een radioloog, die ontvangt geen patiënten. Dus die hoeft niet zo op zijn Italiaans een kamer vol met diploma's te hebben. Maar goed, u krijgt in ieder geval het diploma met dat statieportret. Dat moet u dan zelf maken. En daar hoeft u niet alsmaar bij te zijn als publiek. U kunt intussen vast, terwijl wij met die foto's borstelen, naar de receptieruimte gaan. En dan komen wij er even later in een stoet aan. En hoop ik dat u nog een plekje voor ons laat, zodat wij ook een glaasje kunnen drinken. Wie wel op de foto wil, die moet een beetje in de buurt van de fotograaf blijven. Dus voor het statieportret misschien de echtgenoten. Dat staat ook wel aardig voor het fotoalbum thuis. Dus dit gezegd zijnde sluit ik hiermee deze academische zitting. Dus dan gaan wij met jullie met die foto, met dat ding. Ja, dat. Ja, neem jij. Zo, mooi.